Ik ben de Johan, ik werk al 14 jaar als chauffeur bij de stadsreiniging van Antwerpen. Als donderdag een feestdag is, dan wordt het huisvuil van woensdagnacht en donderdag in de dag wordt pas vrijdag in de loop van de dag afgehaald. Afval dat ook foutief wordt aangeboden, dat wordt aanzien als sluikstort. En vooral voor de mensen die er wonen is het ook niet interessant van geuren en zo die dat verspreid worden. Dus. En als de mensen toch problemen hebben, dan kunnen ze altijd hun ophaalkalender raadplegen, die dat ze jaarlijks in de bus krijgen. Men kan ook de website controleren van de stad Antwerpen, daar staan ook alle gegevens, die staan daar ook op. En het telefoonnummer dat op de kalender staat, rechts van onder in de hoek, die kunnen ze ook altijd bellen met vragen over een dubbele ophaling of met een feestdag. De enige boodschap die ik kan meegeven is, de feestdag is voor iedereen een feestdag. Dus denk er even over na, hou je vuil binnen tot de dag na de feestdag, dan is dat prettig werken voor ons. En het is voor jullie ook plezant in een aangename sfeer verder te leven in jullie nette buurt. Tijdens een feestdag is er een verschoven afvalophaling. Kijk op uw ophaalkalender of op antwerpen.be wanneer u uw huisvuil mag buiten zetten.